Vandaag gaan we het begrip bekijken van NAT. NAT staat voor Network Address Translation. We gaan weer even uit van de situatie zoals we die kennen bij jullie thuis. We hebben het internet, we hebben de router of de modem die verbonden staat met het internet, met SIGO of UPC. En vervolgens maakt die router verbinding met allerlei verschillende devices binnen je netwerk. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Je hebt vanaf het internet, van bijvoorbeeld SIGO, heb je slechts één IP-adres. Laten we even aannemen dat je het IP-nummer 90, 100, 110, 120 hebt gekregen van je provider. Intern in je netwerk hebben de computers een 192-nummer. Dus bijvoorbeeld de computer links, die heeft 192.168.2.3 van je router gekregen. De server, die heeft 192.168.2.4 gekregen. En de printer, die heeft 192.168.2.5. En zoals je weet, heeft ook het routertje een IP-nummer gekregen aan de LAN-kant van het geheel. Maar wat gebeurt er nu als de client een internetverzoek doet? De client doet een internetverzoek richting de router. De router die zet het interne IP-adres om in het internetadres. Dat wil dus zeggen dat 192.168.2.3 omgezet wordt in 90.100.110.120. Gaat vervolgens richting het internet om het verzoek te doen. En het teruggaande verkeer, het antwoord, komt bij de router aan. Die weet waar het bericht vandaan gekomen is, namelijk van de client. En die zal het bericht terugsturen naar de juiste computer binnen je netwerk. Deze hele routering, dat heeft te maken met het NAT-protocol. Dus Network Address Translation zet het intern IP-adres om in het internetadres, om vervolgens slechts verbinding te maken met het internet met één IP-adres. Hierdoor kan je dus meerdere devices koppelen aan slechts één IP-adres. Tot zover dat.